Welke interventies helpen bij trauma's? Er zijn veel langdurige trajecten met veel sessies, waarbij de mensen vaak een herbeleving krijgen bij het oplossen van hun trauma. De afleiding, de gedragsdingen die je moet aanpassen, dat zijn niet vaak de 100% oplossingen. Er is een manier waarbij de persoon zelf de eigen lading van het emotionele gebeurtenis afhaalt, zonder dat erover gepraat hoeft te worden. Hoi, ik ben Ingrid Stoop. Ik ontwikkelde een kortdurende, doelgerichte coachinginterventie die werkt bij het verwerken van onder andere trauma's, angsten en onverwerkte emoties. Ik vertel je er graag meer over. Wil je de nieuwste ontwikkelingen en inzichten? Abonneer je dan op dit YouTube-kanaal. Mensen die last hebben van hun trauma of hun trauma's, die zoeken echt de beste hulp. Helaas komen ze terecht in lange trajecten met veel sessies. Ze krijgen herbelevingen, trauma wordt afgeleid bijvoorbeeld, dus het is nog steeds dan aanwezig. Ze krijgen gedragsdingen die ze moeten gaan doen, maar nog steeds leidt het eigenlijk af van hetgene wat ze werkelijk hebben onthouden. En daar gaat het over. Mensen moeten vaak vertellen ook wat er allemaal gebeurd is, in geuren en kleuren, alles moet erbij, alle details komen erbij en het probleem wordt eigenlijk alleen maar groter en groter. Nou, er is een techniek waarbij je buiten jouw verhaal, dus niet jouw verhaal vertelt, en toch de eigen oplossing inzet voor het eigen probleem van je eigen trauma. Ik zal er een voorbeeld over geven. Er kwam iemand bij me en deze man die had al jarenlang geleden last van zijn trauma. Hij sliep slecht, kwam de deur niet meer uit, kort lontje, zijn kinderen vonden hem niet meer zo aardig, die ontweken hem zelfs. Ook zijn vrouw was ten einde raad, ze wist het allemaal niet meer. Nou, ze gingen naar de huisarts en de huisarts heeft de beste hulp voor ze gezocht, wat hij tenminste kende. In dat hele traject, ik geloof dat hij 25 behandelingen gehad had, en die 25 behandelingen, daar sjouwde hij zich steeds wat door. Hij zegt, ja weet je, dit helpt ook weer niet. Dus die man was eigenlijk al heel erg moe van iedere keer dat hij weer naar die behandelaar toe moest. En misschien past het niet helemaal, dat kan natuurlijk ook, hè? Dus de behandelaar en de hulpvraag en hulpverlener, die moeten natuurlijk ook wel een soort van een klik hebben. En deze behandelaar die vroeg steeds weer aan deze man, wat is er dan precies gebeurd? En heb je dat vaker meegemaakt? Is dat ook al in je jeugd voorgekomen? En heb je dat al een keer, heb je dat ook bijvoorbeeld een keer op televisie gezien en zo? Hij zegt, maar dat leidde allemaal af van hetgene waar ik werkelijk mee bezig was. Want dat was namelijk toen ik op mijn 18e op mijn brommer reed en toen heb ik iets heel naars gezien. Iets heel naars gezien van de omgeving waar ik op dat moment in reed. Ik zal je de details besparen, maar het was echt heel verschrikkelijk. En dat detail, dat staat nog steeds op een netvlies als een plaatje. En er komt nog steeds dat hele naar geluid en gevoel en die smaak die ik erbij had. Dat komt nog steeds naar boven. En daar wilde deze man graag vanaf. Maar dat ging hij die hulpverlener niet vertellen, want hij vond het gewoon te erg. Nou, als je een techniek hebt waarbij je buiten de inhoud blijft, tenminste buiten de inhoud, je gaat de inhoud niet laten vertellen, kun je ook als hulpverlener kun je veel neutraler zijn in het begeleiden van de persoon naar zijn eigen oplossing. En die oplossing die is dan het ontladen, het neutraliseren en het vervangen van de akelige gebeurtenis, van dat trauma in dit geval, van deze man, wat hij had meegemaakt toen hij 18 jaar was op die brommer, dat ene traumatische fragment. Dus al die dossiers staan nu vol met heel veel details, heel veel dingen die er eigenlijk niet mee te maken hebben, want hij heeft het over datgene wat hem als flashback iedere nacht weer terugkomt in de dromen, eigenlijk in de nachtmerries die hij had. Dus, welke interventies helpen bij traumatische gebeurtenissen? Niet te lange wachtlijsten, niet te dikke dossiers, niet al die verhalen die mensen moeten en gaan vertellen. Maar het gaat erover dat de klant zelf de eigen traumatische gebeurtenis gaat ontladen, neutraliseren en vervangen.